Hoe ziet Nederland eruit in 2033? Deze hele maand kijken we daar naartoe vooruit. Deze keer dus met voedseldeskundige Louise Fresco. Net vers van de pers. Nieuw boek over eten. Ons voedsel. Is dat eigenlijk het vervolg op deze pil hamburgers in het paradijs? Ja, zeggen de hamburgers was mijn grote overzicht over alles wat ik weet en wat ik wist. En hier zitten ook heel veel eigen anekdotes in van mijn eigen werk. Dus het is ook een beetje een soort memoire-achtig iets. Het is ontzettend leuk om te lezen. En als u zegt van alles wat ik weet, nou dat is in ieder geval buitengewoon veel over voedsel. Ik zit hier alleen maar een paar uur in te bladen gisteren en leer allemaal dingen die ik niet wist. Maar laten we vooruitkijken. 2033, u schrijft onder andere een kapsalonnetje, voor de mensen die weten wat het is. Of een frikandelletje, dat kunnen we wel schudden. Dat gaat verdwijnen. Maar de Turkse pizza bijvoorbeeld, die blijft denk ik wel bestaan. Waarom? Ik denk dat er een aantal verschuivingen optreden, maar een aantal dingen ook constant blijven. En u zegt net van eten is leuk, maar eten is ook heel problematisch geworden voor de meeste mensen. Iedereen breekt zich het hoofd over wat is gezond, wat is niet gezond. En er is ontzettend veel verwarring bij de consument. En dat heb ik ook een beetje weg willen nemen. Kijk, dat kapsalonnetje is natuurlijk één afschuwelijke calorieënbom met heel weinig voedingsstoffen. Mm-hmm. Dus daar is gewoon geen enkele rechtvaardiging voor. Nou ben ik de laatste om te zeggen dat je op individueel niveau van de individuele mens en de individuele voedingsmiddelen allemaal verbod moet gaan opleggen. Want dan kom je in een heel andere samenleving terecht. Maar wat je wel moet doen, is natuurlijk een aantal verkeerde vetten die echt ongezond zijn, die moeten eruit. En wat andere wat je moet doen, is zorgen dat we meer vezels gaan eten, gevarieerd met name groenten. Maar ik ben ook zeker niet van mening dat we al het vlees eruit moeten halen. Dat is. Nee, maar als u schetst, u schetst op een gegeven moment een etentje, gewoon met de familie over een x-aantal jaar. En dan krijgen we allemaal precies opgediend wat bij onze gezondheidssituatie past. Dat is op ons per persoon afgemeten. En we krijgen ook één keer opgeschept. Je mag niet nog een keertje opgeschept. Je krijgt precies zoveel als je nodig hebt en that's it. Daar werd ik dan weer niet zo vrolijk van. Nee, maar van. Dat was ook een beetje als een soort toekomstbeeld. Ja, maar dat vragen we Kijk, de technologie maakt het mogelijk om straks dingen heel individueel af te meten. Dus allerlei, ook genetische factoren, maar ook wat de samenstelling van bepaalde stoffen in je bloed is. Maar je moet een evenwicht vinden als overheid ook en als consument tussen je keuzevrijheid, de mogelijkheden die er zijn, maar wel zorgen dat mensen als patroon gezond blijven eten. Het gaat om het patroon. Je kan niet zeggen pindakaas is fout en yoghurt is goed. Je mag best een keertje een boterham pindakaas eten. Maar het gaat om het geheel. En daar moeten we mensen ook nog beter in begeleiden. Kijk, voor mij moet het voedsel van de toekomst dat moet gezond zijn. Mm-hmm. Dus allerlei verkeerde vetten moeten eruit. Je moet zorgen dat je suiker en zout ook vermindert. Dat zijn afspraken binnen het bedrijfsleven waar de overheid de normen voor moet zetten. Dat gebeurt ook al enigszins. Kan nog sneller. Verder moet je zorgen dat er voldoende diversiteit is voor mensen. Hè? Maar het moet gezond zijn. Het moet veilig zijn. Hè? Dus veiligheid is nog iets anders. Dat gaat over besmetting. Met bijvoorbeeld salmonella of zoiets dergelijks. Het moet vooral ook duurzaam, zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden. Zodat de consument ook niet voortdurend alle etiketten moet gaan lezen in de supermarkt. Dat werkt. En het laatste is, het moet betaalbaar zijn. En daar wil ik echt een nadruk op leggen. Want we vergeten vaak dat voedsel ook een kwestie is van koopkracht. Mm. De mensen die het slechtste eten in Nederland, dat zijn ook de lagere sociaal-economische klassen. En dat heeft met veel dingen te maken. Het is niet eens zozeer dat vaak het geld in absolute zin ontbreekt. Maar dat zijn mensen die onder heel veel druk staan. Eenoudergezinnen. Kinderen zet je maar op de bank met de pizza, want je kan het verder niet meer aan. En die mensen moeten ook echt geholpen worden. Daarnaast speelt de hele vraag naar hoe gaan we Nederland inrichten? Hoeveel voedsel willen we zelf produceren? Nou, laten we daar dan zo meteen, als ik u even mag onderbreken, op terugkomen. En ook over veiligheid bijvoorbeeld van het voedsel. Maar nog eventjes naar wat en hoe we dan eten. U zegt, ja, pindakaas. Nou ja, Jaap Seidel was hier ooit een keertje ook voedingsdeskundige. Hij zei, af en toe eens als ik honger heb, neem ik gewoon een theelepel pindakaas. Maar u zegt, ja, 13 soorten. Dat is dan misschien weer sterk overdreven. Dus we moeten. En vlees bijvoorbeeld mag blijven, maar als ik het goed begrepen heb, 1 gram per kilo lichaamsgewicht per week. Nee. Reken even mee, jongens. 1 gram per kilo lichaamsgewicht. Dat schreef u toch? Ja, maar kijk, het gaat om wat wetenschappelijk gezien verantwoord is in termen van eiwit. Het gaat over dierlijke eiwit, dus dat is nog een iets andere categorie. Maar waar het vooral om gaat, is ook die bewustwording van dat vlees niet elke dag
hoeft. Maar je krijgt natuurlijk mensen. Ik krijg al twee soorten mensen. Sommige mensen roepen van: u moet nu een moratorium op vlees uitroepen. Dan zeg ik dat is wetenschappelijk niet verantwoord. Ja. Om twee belangrijke redenen. De ene is: er zijn groepen in de samenleving die wel degelijk vlees en de daaraan verbonden mineralen en andere voedingsstoffen nodig hebben. Dat zijn opgroeiende kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere mensen. Ja. Want oudere mensen hebben kleine maagjes. Die moeten gewoon een hoger. Dus ze moeten gewoon een beetje vlees om die voeding, die cruciale voedingsstoffen binnen te krijgen. Die moeten de goede verhouding tussen volume en voedingsstoffen hebben. Maar de andere belangrijke reden is: het grootste deel van het aardoppervlak is eigenlijk helemaal niet geschikt voor akkerbouw. Dat vergeten heel veel mensen. Dus het is of te koud, of te stenig, of te droog, of te heet. En dan kun je wel vaak dieren laten grazen. En die kunnen iets wat wij niet kunnen, grazende dieren. Namelijk gras omzetten in voedingsstoffen die we wel kunnen opnemen. Dus het is te gemakzuchtig om te zeggen, of te makkelijk om te zeggen, laten we nou overal gewoon gewassen neerzetten, zodat we geen vlees meer hoeven te eten. En varkens kunnen ook onze voedselresten weer omzetten. Dus als je naar een circulaire economie wil, dan heb je die ook nodig. Maar het gaat natuurlijk ook om de matigheid en om de bewustwording. Het boek is ook een pleidooi voor het weer willen koken. Het weer samen denken over voedsel. Nou,